Dit is een verkorte weergave van de presentatie die Pierre Goresen in januari 2024 verzorgde over kunstmatige intelligentie voor de studenten van de master ontwerpen van eigentijds leren. Voordat we starten, als je deze video op YouTube bekijkt, dan kun je onder de video een link vinden naar een pagina in een module met alle aanvullende materialen en ook de links naar de andere bronnen waarnaar in dit verhaal verwezen wordt. Je kunt ook de QR-code scannen of de link gebruiken die je hier in beeld ziet. Bekijk je de video in die online module, dan kun je onderin het venster een zogeheten hamburgermenu in de vorm van drie liggende streepjes vinden waarmee je terug kunt naar het startscherm van de online module. Met pijlentoetsen kun je bladeren door de verschillende onderdelen van de module. Laten we bij het begin beginnen. Wat is kunstmatige intelligentie of AI? Je ziet hier een aantal definities vanuit verschillende bronnen. Soms vinden studenten het heel onhandig of verwarrend als er geen eenduidige definitie is, maar definities worden nu eenmaal vaak vanuit verschillende invalshoeken gemaakt. En door er een aantal te bekijken, krijg je vaak juist een completer beeld van een onderwerp. Als we naar deze definities kijken, zien we dat het gaat om cognitieve taken die geautomatiseerd worden. Daarbij zijn grote hoeveelheden data nodig. Dat is vaak al meteen een heel praktisch probleem als je als docent ermee aan de slag wilt en je niet over de benodigde hoeveelheden data beschikt. Natuurlijk, je kunt gebruik maken van online diensten zoals ChatGPT die al getraind zijn op veel data, maar als je bijvoorbeeld een model van het leren van jouw studenten wilt trainen, dan heb je niet voldoende aan de data van één of twee klassen. Het gaat bij AI om taken die lijken op menselijke intelligentie. Dat vormt soms een stevig discussiepunt, omdat er mensen zijn die vinden dat AI nooit intelligent kan worden op dezelfde manier als mensen. Of die zeggen dat het is als het vergelijken van een auto met een hardloper, beiden komen ze van A naar B, maar het zijn fundamenteel andere manieren van vervoer. Anderen wijzen er juist weer op dat we nog veel niet van het menselijk brein weten, of kijken juist alleen naar de output van zo'n systeem en vergelijken dat met een mens. In dat laatste geval is de term kunstmatige intelligentie juist wel toepasselijk. AI-systemen analyseren hun omgeving. Bijvoorbeeld door tijdens de trainingsfase heel veel teksten, afbeeldingen of andere data te verwerken. Ze hebben enige graad van autonomie en worden ingezet voor specifieke doelen. Die graad van autonomie is voor een docent belangrijk om over na te denken. Het automation model van Inge Molenaar en Anne Horvers, dat in de online module gelinkt wordt, kan daarbij helpen. De vraag is dan. Hoeveel sturing wil je uit handen geven en wanneer? Een voorbeeld van een harde beperking van de autonomie van AI is als je als regel hanteert dat de AI nooit een besluit over het slagen of zakken van een student mag nemen, maar dat er altijd een docent eindverantwoordelijk blijft. Kunstmatige intelligentie wordt op het moment ingezet voor tamelijk specifieke doelen, en daar kan het dan in uitblinken. AI kan bijvoorbeeld beter dan een mens grote hoeveelheden röntgenfoto's analyseren, maar datzelfde AI-systeem zal dan geen kop koffie voor jou kunnen zetten. Die systemen zijn er wel al, maar niet met al die functies geïntegreerd. De onderwijsraad heeft het in hun publicatie niet over kunstmatige intelligentie, maar over intelligente technologie. Dat kan handig zijn, want soms is het niet helemaal duidelijk of een systeem gebruik maakt van AI of gewone algoritmen. Stelregel zou moeten zijn dat als de algoritmen die een systeem gebruikt zo complex zijn dat ze moeilijk of niet uit te leggen zijn, je dat systeem net zo behandelt als wanneer er gebruik van AI gemaakt wordt. Veel van de gevoelens die mensen bij AI hebben worden gevormd door wat ze over AI in de films zien. Je ziet er hier een paar. Hoeveel heb jij ervan gezien? In de online module kun je deze en meer voorbeelden vinden. Het nadeel van deze films is dat in de meeste gevallen het niet goed afloopt. De AI keert zich in de film tegen de mens. En dat vormt ons beeld van AI. Je zou kunnen stellen dat ook AI last heeft van het jaws-effect. Onderzoek toonde aan dat het onterecht negatieve beeld dat mensen hebben van haaien terug te leiden is naar het gegeven dat haaien in de meeste films als slecht, bloeddorstig of gevaarlijk worden neergezet. Finding Dory was daar een positieve uitzondering op. Terwijl in werkelijkheid de haaien veel meer van ons te duchten hebben dan andersom. Ter vergelijking, jaarlijks zijn er wereldwijd zo'n 10 doden te betreuren als gevolg van aanvallen door haaien. Omgekeerd worden er per jaar 100 miljoen haaien door de mens gedood. En dat terwijl het een heel belangrijk dier is voor ons ecosysteem. Net als bij die haaien hebben veel mensen een negatief beeld van AI of hebben ze zorgen over AI door wat ze erover in films gezien hebben. Laten we dan nu ook even kijken naar een aantal voorbeelden van AI in het onderwijs. In de les zijn een aantal filmpjes getoond, die kan ik vanwege auteursrechtsbeperkingen niet zomaar hier in de video afspelen, maar je ziet de link in de video en ze staan ook allemaal in de online module. Het zijn een aantal verschillende soorten voorbeelden. Het eerste filmpje is al wat ouder, uit 2019 en gaat over een experiment in China dat inmiddels is stopgezet, maar nog steeds nuttig is als denkoefening. In het filmpje zie je hoe kinderen op school een hoofdband dragen die meet of ze op zitten te letten. De data wordt verzameld door het systeem, de leraar krijgt een overzicht op haar beeldscherm en ook de ouders krijgen automatisch een bericht. Het voorbeeld is bedoeld om je aan het denken te zetten over waar onze grenzen zouden moeten liggen, zelfs als het maar een experiment is. Ethische afwegingen rond AI hebben niet alleen met de AVG te maken of privacy. Het gaat ook om de vraag hoe het inzetten van deze technologie de ontwikkeling van leerlingen beïnvloedt of wat het effect is op de relatie tussen leerling en docent. Het tweede voorbeeld komt van een bedrijf dat nog niet in Nederland actief is. Het laat een ander punt op het spectrum zien. Hier helpt het systeem de leraar bij het beoordelen van proefwerken. De proefwerken worden per vraag voor beoordeling aangeboden, dus niet per leerling. Het systeem groepeert al automatisch alle gelijke antwoorden zodat een leraar maar één keer een beoordeling hoeft te geven. De beoordeling is dan ook voor alle leerlingen met datzelfde antwoord gelijk. Het systeem kan overweg met open vragen omdat het aan tekstherkenning doet. Het ontzorgt de leraar, maar de leraar houdt de controle. Als er bijvoorbeeld een fout in de tekstherkenning zit, dan kan zij dat eenvoudig aanpassen en de beoordeling vindt uiteindelijk door de leraar zelf plaats. Een voorbeeld dat ook in Nederland ingezet wordt is van feedbackfloeds, waarbij de AI een verslag van een student controleert en beoordeelt op een aantal criteria. En de student krijgt daar dan automatisch feedback op. Het kan gaan over schrijfstijl, indeling, literatuurverwijzingen, grammatica, etc. Het systeem helpt hier de student naar behoefte. Als een student het niet eens is met de feedback die de AI geeft, dan kan zij dat direct doorgeven via een knop bij de feedback. Dus ook hier is er gekeken naar het versterken van het gevoel bij de student nog steeds in controle te zijn. Een voorbeeld waarbij ook jij wellicht al AI gebruikt zonder het in de gaten te hebben. Als je gebruik maakt van Office op je werk, dan krijg je met AI te maken. Bijvoorbeeld als je teksten in de tekstverwerker laat voorlezen, of als je teksten inspreekt. Als je in OneNote de handschriftherkenning gebruikt die geschreven teksten omzet in getypte teksten. Of als je een foto in PowerPoint invoegt en de AI er dan voor zorgt dat er automatisch een alternatieve tekst gegenereerd wordt. Als je een PDF in de Edge browser opent, kun je Copilot een samenvatting van de PDF laten maken. Het is dus bijna overal al. Tot slot nog een tweetal leestips. De eerste is een publicatie die onder de vlag van Empuls uitgebracht is over slimmer onderwijs met AI. Zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar als gratis PDF. De tweede is het weblog van Wilfred Rubens die, naast een heleboel andere interessante berichten, al vanaf de komst van ChatGPT in november 2022 een tamelijk compleet overzicht bijhoudt van ontwikkelingen, berichten en artikelen over generatieve AI. Je ziet de weblinks hier op de dia. We kunnen het niet over AI hebben zonder het over ethische vraagstukken te hebben. En dan niet alleen over de vraag of we studenten of leerlingen wel moeten blootstellen aan AI. Maar ook over de vraag of de AI die ingezet wordt wel helemaal eerlijk is. Kan AI racistisch zijn of discrimineren? AI-systemen hebben zelf nu nog geen gevoelens, maar het blijkt dat bijvoorbeeld een aantal van de systemen die gezichtsherkenning toepassen wel degelijk beter of slechter werken afhankelijk van de vraag of je man of vrouw bent, of je een witte of donkere huidskleur hebt. Als je Netflix hebt kan ik je de documentaire getiteld Coded Bias aanraden. Dat het niet alleen een probleem in de VS is, blijkt wel uit de zaak die een student van de Vrije Universiteit had aangespannen in Nederland, omdat ze merkte dat de antispeak software haar gezicht niet herkende. Ze dacht dat dat was vanwege haar huidskleur. Ze heeft de zaak uiteindelijk niet gewonnen, omdat de universiteit heeft kunnen aantonen dat ze niet daadwerkelijk vaker problemen had dan andere studenten. Feit blijft dat de universiteit in eerste instantie moest toegeven dat ze geen idee hadden of het systeem ook voldoende op verschillende etniciteiten getest was. Een ander berucht voorbeeld is het systeem dat Amazon wilde bouwen om hun sollicitatieprocedure te stroomlijnen. Ze wilden een AI-systeem bouwen dat gebruik maakte van de sollicitatiebrieven en cv's uit het verleden, aangevuld met de keuzes voor wie uitgenodigd werd op gesprek en wie uiteindelijk aangenomen werd. Maar het bleek dat in het proces, zoals dat door mensen uitgevoerd werd, al een bias zat. Vrouwelijke kandidaten werden veel minder vaak uitgenodigd voor een gesprek, bijvoorbeeld omdat ze herintreders waren, moeders waarvan de kinderen inmiddels wat ouder waren en weer wilden gaan werken. Het AI-systeem nam die bias van de mensen over in het model. Er zijn bij AI-systemen en algoritmen een aantal problemen die kunnen optreden. Zo kan er sprake zijn van onvoldoende trainingsdata. Of trainingsdata die onvoldoende representatief is. Bij het voorbeeld van de gezichtherkenningssoftware was het zo dat het systeem vooral op witte, westerse gezichten getraind werd en daardoor onvoldoende ook andere huidskleuren of etniciteiten kon herkennen. Trainen met betere data hielp hier. Bij het Amazon-voorbeeld zat de bias al in de trainingsdata ingebakken, dan neemt het systeem die bias over. Het opschonen van data is complex en duur, en onderzoekers die AI-systemen willen bouwen zijn daar nog lang niet altijd alert op. De onderzoekster uit Coded Bias ontdekte het probleem pas toen het systeem haar gezicht niet herkende. Tot die tijd had ook zij er niet bij stilgestaan dat het een probleem kon zijn. Het kan ook zo zijn dat je subsidie aanvraagt voor een onderzoek of als bedrijf gaat investeren in een product en er dan voor kiest om je eerst te richten op de grootste of voor jou relevantste groep gebruikers. Afbeeldingen, scenario's. Daardoor heb je dan een niet volledig beeld van hoe de werkelijkheid eruit ziet. Of dat je dan bijvoorbeeld een databank met foto's gebruikt, die eveneens niet representatief is voor de werkelijkheid, maar toevallig voorhanden is. En dan is er natuurlijk nog het verschil tussen gelijkheid en rechtvaardigheid. De definities verschillen, het effect op gebruikers ook. Moet je elke leerling exact hetzelfde behandelen, of zet je in op de ondersteuning die iedereen individueel nodig heeft? Stigmatiseert een aparte behandeling een leerling? Moet je niet de oorzaken oplossen in plaats van achteraf repareren? En zo kun je nog wel meer vragen stellen. Ondanks dat het complexe discussies zijn, is er natuurlijk wel het een en ander op papier te zetten als het gaat om ethische handvatten die je kunt hanteren bij het gebruik van AI en data in het onderwijs. En de Europese Commissie heeft dat dan ook gedaan. Het zijn een zevental uitgangspunten die in dit document worden uitgewerkt in vragen die je jezelf kunt stellen. Die je de leverancier kunt stellen, of waar je als school over moet praten als je met zulke systemen aan de slag wilt. Zinvol document om te downloaden en te lezen. Afrondend zijn er voor de studenten van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren, maar eigenlijk voor elke docent, een aantal vragen waar je over na zou moeten denken. Allereerst, wat betekent AI voor mijn leerlingen of studenten? Zij krijgen in het dagelijks leven en hun beroep steeds meer te maken met AI. Hoe bereiden we ze als onderwijs daarop voor? Dan natuurlijk ook, wat betekent dat voor mijzelf als leraar of docent? Bijvoorbeeld als het gaat om hoe mijn onderwijs gaat veranderen, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Wat hebben we als organisatie daarbij nodig? Wat betekent dit voor mijn collega's en welke rol speel ik daar als docent bij? Als je je afvraagt wat leerlingen dan moeten weten of kunnen, dan kan de DIGCOMP, het Digital Competence Framework, een goed hulpmiddel zijn. Hierin wordt niet alleen AI-geletterdheid beschreven. Maar digitale geletterdheid in de brede zin. Ook voor docenten zijn er raamwerken gemaakt die als houvast kunnen bieden, zoals het raamwerk docentcompetenties dat je op deze dia afgebeeld ziet. De online module bevat een korte quiz die we tijdens de les gezamenlijk gemaakt hebben als opwarmer, maar je kunt hem zelf ook online maken. Dan weet je wat jij inmiddels weet van AI in het onderwijs. De module heeft ook de optie om jouw mening anoniem door te geven. Wat vond je ervan? Laat het even weten. Dat kan ook hieronder in de reacties. En zoals ze op YouTube altijd zeggen: like en subscribe.